Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de N-VA met Joost Houtman. Welkom bij de zesde aflevering van Studio Vlaanderen. In de expertenbabbel slaan Sieltje van Achter, Matthias van den Borre en Gilles Verstraeten aan het Brusselen. In ter land, ter zee en in de lucht trekken we naar het Hasselt van burgemeester Steven van de Put. Maar beginnen doen we met Op de Agenda. In deze rubriek Op de Agenda werpen we een eigenzinnige kijk op de politieke agenda. En dat doen we met federaal parlementslid Sophie De Witt. Dag mevrouw De Witt, dag Sophie. Hallo. Het agendapunt is natuurlijk het neersteken van de politieagent, moordaanslag op de politieagent in Brussel. Nu, jij zit hier als lid van de commissie Justitie. Je hebt ook een achtergrond als strafrechtadvocaat. Ja, dat klopt. Ik heb... Na mijn studies heb ik mij gespecialiseerd in strafrecht. Ik heb dat ook aan de balie gedaan. Ik was gefascineerd in het pak. Allee, in het werken rond die boeven. Ja. Rond die boeven, ja. Boeven, het is misschien wel een spijtig bruggetje dat we hier leggen. Die moordaanslag. Jij bent uitstekend geplaatst om vanuit de justitieachtergrond daar naar te kijken. Misschien moeten we eens gewoon de feiten van die dag even op een rij zetten. In die voormiddag heeft er iemand, dus de betrokkenen, zich aangemeld op een politiekantoor, verward, dat hij haat voelde ten aanzien van politie en dat hij hen iets wilde aandoen. Ja. Waarop dan het parket is gecontacteerd, het Openbaar Ministerie, om te vragen wat moeten we ermee doen, aanhouden, wat is er mogelijk? En je hebt zoiets als een gedwongen opname voor iemand die geestesziek is, die in gevaar is voor zichzelf en voor anderen. Men heeft informatie opgevraagd, want men is wel inderdaad niet daar niet licht over gegaan. Men heeft heel veel informatie opgevraagd. Bleek dat die man op de OCAT-lijst stond, dat hij begeleid werd, dat hij geradicaliseerd was, tijdens zijn detentie ook al cipiers had verwond. Dus die, geen koorknaap. Nee, integendeel. Maar men... Het vreemde is dat men zei, ja, een misdrijf gaat hij niet plegen, hij is te verward iemand, dat heeft de minister ook gezegd, hè, iemand die zichzelf komt aanbieden, die gaat niks doen, ja, we weten ondertussen wel beter. Men vond hem te verward om te oordelen dat het misdrijf wel degelijk ernstig genoeg was, maar men vond hem blijkbaar niet verward genoeg om te beslissen tot een gedwongen opname, omdat hij zelf aangaf, ik wil vrijwillig opgenomen worden. Ja, daar gaan we straks misschien nog wat dieper op ingaan. Ja. Maar dus, ja, wat is er dan? En dan is er beslist van, ja, een vrijwillige opname. Dan heeft de politie de opdracht gekregen om de betrokkenen naar het ziekenhuis te brengen. Ze hebben hem naar daar gebracht. Maar nog voordat hij daar een arts gezien heeft, heeft die man de wachtkamer verlaten. Ja. En heeft dan later die avond de feiten gepleegd. Ik hoor hier eigenlijk drie P's, hè? Parket, psychiatrie en politie. Ik ga er denk ik nog ineens nog twee P's aan koppelen: praten en procedures. Klopt. Hebben die drie instanties genoeg met elkaar gepraat of maken de procedures het eigenlijk moeilijk? Dat procedures moeten verfijnd worden, ik denk dat dat evident is. Maar dat weten we eigenlijk ook al langer. Zeker wanneer het gaat over het praten tussen de hulpverlening, politie en parket. Hè. Ja. Dus rond delen van beroepsgeheim en dergelijke meer. Er zijn al stappen gezet, maar eigenlijk zou dat veel beter gestructureerd moeten worden, dat, eigenlijk dat er een casusoverleg altijd kan komen. Dat is hier niet geweest. Ja. Natuurlijk, dat is hier niet gebeurd, omdat het parket had beslist, we gaan hem niet gedwongen opnemen. Ja. En dan kom ik tot die procedure, want er is een duidelijke procedure. Men had die afweging wel kunnen maken. Als je... Het kan dus wel, hè? Dus, want het komt zo over als, ja, nee, we konden niet gedwongen opnemen, want hij is vrijwillig komen aanbieden. Dat is hetgene aanbieden. Wat mij dat meest... Een beetje eigenaardig, toch? Ja, absoluut. Want dan roep je toch... van, oh nee, ik wil het zelf. Maar, allee, dat is het wat het meeste frappeert in het dossier, is hoe snel dat men vanuit de zijde van het parket heeft gezegd van, ah nee, wij hebben de procedure gevolgd. Bij ons zit er niks mis. En men aan de schuld bij de politie heeft gelegd. Wat de politie trouwens ook heel boos heeft gemaakt. Ja. En de minister heeft dat dan onmiddellijk nog eens herhaald in het nieuws. Terwijl hij dat eigenlijk niet hoeft te doen. Over de minister van Justitie. Ja, minister van Justitie ook onmiddellijk. Terwijl er is een procedure, men heeft daar een afweging gemaakt. En men verschuilt zich achter het feit, ja, maar hij wilde vrijwillig opgenomen worden. En dan kunnen wij de opname niet dwingen. Ik denk dat hij, als je vrijwillig aanbiedt om opgenomen te worden, staat nooit de gedwongen opname in de weg. Want welke garantie heb je? Ja. Welke garantie heb je dat die effectief vrijwillig gaat behandeld worden? De wet spreekt ook niet van een vrijwillige opname. De wet spreekt van
Er is geen andere geschikte behandeling voorhanden. Maar dat wist men toen niet. Hè. Nee. Men heeft zelfs geen arts geraadpleegd. En daar is het volgens mij wel misgegaan. Men heeft een afweging gemaakt en gezegd van kijk, de psychiaters zeggen hier altijd, als men vrijwillig wilt, ja, dan adviseren we negatief voor een gedwongen opname. Ik kan dat nog aannemen voor een winkeldief. Ja. Maar iemand met een profiel als deze man, en men kende dat profiel ook, om dan zo gemakkelijk te zeggen, oh, we gaan daar toch geen arts bij roepen. Ik zeg, maar toch niet vertrouwen, hè, want men heeft het belangrijk genoeg achter van de politie te zeggen, brengt hem toch maar naar het ziekenhuis. Als hij dan toch zo ongevaarlijk was, stuurt hij mijn adres op pad. Hè. Daar is het ziekenhuis, hij gaat hem maar vrijwillig aanbieden. Heeft men niet gedaan. En dat frappeert men. Ik denk dat men dat onderzocht heeft en een beslissing heeft genomen. Maar jammer genoeg niet de juiste beslissing heeft genomen. Ja. Ik ga er nog een P bij smijten, die van privacy. Nu, ik vraag mij af, privacy is natuurlijk superbelangrijk, maar hoe hard weegt dat op als de veiligheid van mensen in gevaar kan komen? Allee, de politie duidelijk in dit geval, maar misschien ook de mensen in het ziekenhuis. Dat is wat men nu aan het onderzoeken is. Wie wist wat? Hè? Want het parket wist het, de politie wist het, maar met welke boodschap zijn die agenten naar het ziekenhuis gegaan? Ja. Wisten die agenten dat ook? Wat is daar verteld in het ziekenhuis? Daar loopt nu een gerechtelijk onderzoek om te kijken welke informatie was daar. Had die moeten gedeeld worden? Kon die gedeeld worden? Nu, aangezien het een vrijwillige opname was, hoefden er niet gedeeld te worden. Ja. Maar dat zou veel beter moeten. Ik denk dat je daarover moet, of dat nu een vrijwillige of een gedwongen opname is, dan denk ik op dat ogenblik, in alle eerlijkheid, dat privacy eigenlijk ondergeschikt is aan de veiligheid en dat men daar in het ziekenhuis wel informatie had moeten delen. Normaal gezien moet het parket de toestemming geven aan de politie om dat te delen. Dat is blijkbaar niet gebeurd, maar dat is ook logisch, omdat het over een vrijwillige opname ging. Dus we keren altijd terug naar dat eerste punt. Ja. Waarom geen gedwongen opname? En ik denk dat daar die structuur en die procedure, dat zou anders moeten. Ja. Zou ook praktischer kunnen aangepakt worden. Ik denk dat op veel plaatsen men de telefoon neemt en men toch zegt vanuit veiligheidsoverwegingen, laat onze beroepsgeheim hier even delen. Hè? Ja. U als arts, u bent gebonden door een beroepsgeheim. Ja. Ik als politieagent, parket ook, laat ons het even delen. Ja. En samen een afweging maken wat het beste kan gebeuren. Ja, dat lijkt mij de juiste weg te zijn. En dan, als je uiteindelijk veiligheid en een leven in de schaal legt, dan lijkt mij die privacy niet zo belangrijk op dat punt. Maar dat is een heel heikele discussie. Ja, dat is een heikele discussie. Of de man nu een psychopaat of een terrorist is, dat is ook nog iets dat afgewogen kan worden. Maar de vraag is natuurlijk, hoe belangrijk is dat als je weet dat iemand op de OCAT-lijst staat? Als iemand op de OCAT-lijst staat, dan zou ik toch denken, dan trek je toch alle registers open. Dan gaan toch alle alarmbellen af. Ja, dat is bijzonder vreemd. Allee, iemand die op de OCAT-lijst staat. Mm-hmm. Iemand die zelf zegt, ik haat politie en ik ga hen iets aandoen. Ja. Iemand waarvan de politie zelf zegt, het is een manipulator. Ja. Wat eigenlijk een indicatie is om te zeggen, ja, die kan je niet zomaar vrijwillig, want die kan even goed liegen over zijn bereidheid. Ja, die, om vrijwillig die is per definitie onbetrouwbaar. Ja, iemand waarvan men weet dat hij tijdens zijn detentie, zijn gevangenschap, cipiers heeft aangevallen. Ja. Ja, om daar dan maar te zeggen van, oh ja, we geloven op zijn woord dat hij zich vrijwillig laat opnemen. Dat is iets wat mij bijzonder treft in dit dossier. En dan snel alle paraplu's opentrekken. Ja. We hebben de procedure gevolgd. Men kon een keuze maken. Weet u, er is een moment geweest in de commissie vorige week maandag, want wij hebben daar een commissie over gehad al. En een van onze collega's die merkte op dat dus... Het waren twee politieagenten. Hè. Het was 's avonds, toen de feiten zijn gebeurd, dan had je de politieagent die nu het leven erbij gelaten heeft en zijn collega die ook gekwetst is geraakt. En die collega bij het verlaten van het ziekenhuis, die heeft daar letterlijk gezegd, en ik krijg er nog altijd koude rillingen van als ik eraan denk, het spijt me heel erg dat ik mijn excuses dat ik mijn collega niet beter heb kunnen beschermen. Ja. Dus iemand die mee verwond is door dat feit dat eigenlijk best vermeden had kunnen worden, biedt zijn excuses aan. Ja. En dat zijn eigenlijk de enige excuses die we tot nu toe gehoord hebben. Dat niet van het parket, hartverscheurend eigenlijk, niet van de politiek. En eigenlijk had men nu gewoon die vrijdag gezegd van we hebben de procedure wel gevolgd, maar we hebben dat verkeerd ingeschat. Het spijt ons. Dan
lag er misschien een ander verhaal voor vandaag ook naar de politie toe. Nee, men heeft gehaast om een paraplu open te trekken. Wij waren het niet. Ja, maar, maar veel kwaadheid voedt. En natuurlijk. Dat heeft heel veel kwaadheid teweeggebracht. En dat begrijp ik wel. Maar dat moment, want een van de collega's merkte dat op in de commissie. En ik zeg, ik vond dat eigenlijk het meest pakkende moment. Mm-hmm. Van die maandag. En ook de idee. En s'avonds heeft dan... heeft de pers trouwens, ik denk dat dat ter zake was, ook aan de minister gevraagd en daarna verwezen. Als die collega zijn excuses aanbiedt, terwijl dat hij meer slachtoffer is, wilt u dat dan ook niet doen? Ja. En de minister is rond de pot blijven draaien. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja, want dat maakt het eigenlijk allemaal nog veel gelaagder. Het slachtoffer is een politieagent. De minister van Justitie die gaat er prat op dat hij vol voor nul tolerantie tegen geweld tegen agenten gaat. Maar ja, in de praktijk klopt dat toch ook nee, niet? Nee, dat was natuurlijk de reactie van de politie meteen. Ja. Omwille van zijn reactie, het was het parket niet, en het was de schuldbena van de politie. Hij heeft dat niet met zoveel woorden gezegd. Mm-hmm. Maar zo lijkt dat, heeft de politie onmiddellijk gezegd, ja, maar jij ging voor nul tolerantie gaan, en dat is niet. Zo wel eens niet een spel ontstaan, want... Mm-hmm. Maar er zijn cijfers die van justitie zelf komen, waar blijkt dat er meer dan 300 dossiers wel degelijk nog altijd omwille van opportuniteit geseponeerd worden. En dat is hetgeen dat eigenlijk niet meer zou mogen. Altijd afspraak is geweest, dat gaan we niet meer doen. Dat natuurlijk wringt dat bij de politie. De politiediensten staan ter bescherming van ons allemaal. Als zij dan inderdaad slachtoffer zijn, dan moet daar iets mee gebeuren. Ik denk dat dat evident is en dat is de politie heel kwaad om. Ja, de VSOA die pleit zelfs voor het ontslag van de minister. Is dat iets dat je begrip voor hebt? Zeker. Het was een dubbel verhaal. Hè. Eén, hij trekt zijn paraplu open. De nultolerantie die hij dan zegt dat hij wel hanteert, maar van de cijfers zeggen dat het niet zo is. En voorbeelden uit de praktijk het ook aanwijzen. En dan drie, dat was dan eigenlijk de kerst op de taart. Dan zei hij achteraf, ze viseren mij omwille van het loonakkoord dat niet gerespecteerd is. Er is juist een collega gestorven van die politiemensen. Dus dat zij het ontslag vragen, in de optiek daarvan, dat begrijpen wij zeker en vast. Ja. Er is natuurlijk ook nog een andere minister betrokken partij, de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde. Maar die komt minder in het vizier. Hoe komt dat? Zij heeft zich iets slimmer opgesteld. Zij heeft dan ook meteen haar medeleven betuigd en een open brief geschreven. En gewoon gezegd, we gaan het onderzoeken. En zij heeft niet direct die paraplu opengetrokken. Ja. Dus zij heeft het, denk ik, ze heeft zich iets bescheidener opgesteld. Maar goed, dat doet ook niks af aan het feit dat er heel wat zaken die zij nu heeft aangekondigd in de commissie en dat allemaal moet gaan gebeuren. Ja, dat zit al jaren in die pijplijn. Dat ligt al jaren op haar bureau. En daar gebeurt niks mee. Ja. Dus dat zal zeker nog aan bod komen en opgevolgd worden. Want zoals die OCAT-lijst en dergelijke meer, heel veel van die zaken zijn nog door Jan Bon eigenlijk ingevoerd geweest. Dus dat is goed, dat bestaat. Maar er zijn ook aanbevelingen geweest van de onderzoekscommissie rond de aanslagen. Ja, die moet wel uitgevoerd worden en daar doet deze minister niks mee. Dus de plannen bestaan er, de goede ideeën zijn er. Ja, ook naar delen van dat beroepsgeheim delen, informatie delen, een kruispuntbank tussen hulpverlening en politie en parket. Die ideeën bestaan daar, die aanbevelingen zijn allemaal al gedaan, maar die blijven maar stof vergaren op de bureau van de minister. Ze heeft die nu vorige week even van allemaal stof gehaald, maar ze moet daar gewoon... wetgevend gezien naar parlement komen. En dat doet zij niet. Ja. Dus ze is in haar communicatie iets minder voortvarend en wat slimmer geweest dan minister Van Quickenborne. Ze heeft het niet de polarisatie opgezocht. Maar dat neemt niet weg dat haar taak niet vervuld is zoals ze zou moeten vervuld zijn. Ja. Dus eigenlijk zeg je, maak nu eens verdorie werk van wat er eigenlijk al lang... Ja, er zit heel veel van in de pijplijn. Aanbevelingen zijn gedaan. Het is een kwestie van ze uit te voeren. Ja. Om af te ronden, je bent ook burgemeester, zoals ik in het begin zei. Ja, dan ben je natuurlijk met de lokale politie heel hard bezig. Is dit nu dit feit, maakt dat je dat nog meer met de politie gaat bezighouden? Hoor je daar stemmen? Hoe moet je dat op lokaal niveau zien? Bij ons was er meteen de reactie van opletten. Ook niet te snel je deur open doen als je tegengehouden wordt. Of je raam naar beneden doen, let op. Wees waakzaam, dat leeft heel hard. Dat komt binnen hè, bij die mensen. Dat komt heel hard binnen. Ik moet zeggen, ik heb altijd strafrecht gedaan als advocaat. Dus ik ken de politie aan één kant. Als burgemeester heb ik die aan de andere kant leren kennen. Ja. En heb ik wel een oneindig groot respect gekregen voor wat die eigenlijk ook allemaal doen. Ook de lokale politie. Maar
het raar, raar is dat niet. Ik vind dat eigenlijk evident. Wij hebben ook LIVC's, dus die lokale integrale veiligheidscellen. Als er iemand is met een bepaald profiel waar een risico aan zit, wij delen dat beroepsgeheim. Ja. Wij zijn eigenlijk pragmatisch. Ja. Je, in het belang van, en je spreekt dingen af. En, ja, dat is eigenlijk de rode draad door dit verhaal. Wees wat meer pragmatisch. Praat misschien. Met elkaar, vertrouw elkaar en... maak daar een structuur voor, maak daar afspraken voor. Dat je zegt, van, als mijn korpschef zegt, kijk, er is een probleem met één iemand, dan praten wij daarover. Maar ik ga dat natuurlijk de dag nadien niet in de gazet zetten. Je praat gewoon met elkaar, net zoals de politie en parket, maar ook de hulpverlening. Ja, neem contact met elkaar, ken elkaar en praat met elkaar. En deel dat beroepsgeheim, doe dat casusoverleg. Zelfs in die gevallen... zou ik bijna zeggen, wanneer het nog niet echt in de procedure voorzien is, maar gewoon omdat het belangrijk is, omdat je daarmee volgens mij wel, dat hebben we nu wel geleerd, levens kan redden. Oké. Okay. Dat is een behoorlijk drukke agenda, lijkt mij dat, niet alleen in het parlement, maar ook lokaal. Ik dank jou, Sophie de Witte, voor jouw bijzonder heldere uitleg over dit toch wel moeilijke en gevoelige onderwerp. Je sloot af met een lokale uitleg en dat ga ik aangrijpen om een bruggetje te maken naar de volgende rubriek, ter land, ter zee en in de lucht, waar we naar het Limburg, mooi Limburg trekken, het Hasselt van burgemeester Steven van de Put. Dit is de grote markt van Hasselt, de vernieuwde grote markt van Hasselt. We zijn daar heel fier op dat we die hebben kunnen vernieuwen als een van onze eerste grote en meest visibele projecten uiteraard. Maar ik ben graag onder de mensen en u zal dat wel zien. Her en der komen hier mensen voorbij die goeiedag zeggen. En dat is fijn als burgemeester, als de mensen goeiedag tegen u zeggen. Ter land, ter zee of in de lucht. Het vorige bestuur had heel veel tijd om luchtkastelen te bouwen. Wij focussen op het land, de betrokkenheid van de Hasselaar. Ik denk ook dat gezien onze ligging in het hartje van Limburg, we meer land zijn dan lucht of zee, zij het, dat we ook vandaag in onze kanaalzone heel veel investeren. Wij zijn een echte Bourgondische stad, als ik het zo mag zeggen. Wij hebben, denk ik, als stad het meest aantal restaurants per aantal inwoners. En dat is in alle paletten. Allee, dat gaat van een frietje tot en met het beste van het beste. Ik denk dat wij als Hasselaren echt iets te bieden hebben. Ook hier op de Grote Markt is het duidelijk. Dit is een echt horecacentrum voor onze stad en voor onze provincie. Wel, als burgemeester ben je natuurlijk, word je geacht van kenner te zijn ter zaken. In dat kader is het ook zo bij ontvangsten, bij ons op het stadhuis bijvoorbeeld. Daar worden onze lokale specialiteiten geserveerd. Dus ze zeggen speculaas uiteraard en jenever. En ik heb van een oude voorganger geleerd dat als dat te veel wordt, dat je met de garçons altijd een afspraak kan maken dat op een bepaalde plaats op een plateau een glaasje staat waar geen jenever in zit, maar water. En dat kan werken af en toe. Voor ik burgemeester was, was ik minister van Defensie. Ik heb dat heel graag gedaan. Ik heb daar ook grote veranderingen in die Belgische Defensie kunnen opstarten, om het zo maar te zeggen. Maar mijn afdeling heeft mij gevraagd om burgemeester te worden. We hebben ons kandidaat gesteld en dat is ook gelukt. Ik heb dat ook gedaan. En ik denk dat de ervaring die ik had met een goed kabinet, mij goed omringen als minister, dat uiteraard dat... heel goed is geweest om hier als burgemeester na jarenlange oppositie de meerderheid te kunnen overnemen en ook een vliegende start te maken met administratie die, laat ons eerlijk zijn, gewoon was te werken gelijk ze dat vroeger deden. De grote verschillen tussen een minister en een burgemeester zijn natuurlijk de nabijheid van het resultaat wat je bereikt. De grote beslissingen die ik genomen heb, die zullen maar zichtbaar zijn vanaf 2025 als minister. Het is maar dan dat die F-35's bijvoorbeeld geleverd gaan worden. Hier in de stad sta je daar allemaal veel dichter bij. We hebben op een bepaald moment beslist, we gaan voor die hernieuwing van die grote markt. Wel, een paar maanden daarna is men daar bezig en wordt dat ook effectief realiteit. Dat is een heel groot verschil. Natuurlijk, op het persoonlijke vlak zijn daar ook heel grote verschillen. Als minister beschik ik over een heel breed kabinet, tot en met koks die maken wat die dag eigenlijk in de smaak valt. Als burgemeester ben je daarmee veel minder omringd, maar wel veel hartelijker.
mooiste herinneringen zijn vaak ook die internationale bijzondere ontmoetingen. Ik heb het genoegen gehad om samen met president Trump aan tafel te zitten op het Koninklijk Paleis. En ik heb daar vastgesteld dat het onmogelijk is om Trump te vergiftigen met water, want dat brengt hij zelf mee, dat hebben zijn eigen veiligheidsmensen. Maar als er iemand zou willen een aanslag plegen, dan is het middel wel de Belgische chocolade, want die stond op tafel onverpakt en daar heeft hij lustig van gegeten. Ik ben niet degene die spontaan op iedereen zomaar afstapt, maar ik ben wel heel graag onder de mensen. Ik probeer ook heel bereikbaar te zijn. Ik ben dat zeker via e-mail en dergelijke meer, maar ook in de straat heb ik altijd toch wel tijd voor gesprek als dat nodig is. Feit is dat vaak mensen dingen vragen die heel klein zijn en die dan ook eigenlijk gemakkelijk op te lossen zijn. Als je dan zegt van kijk, als ik daarmee mensen kan helpen, als ik mensen kan helpen met het feit dat eindelijk nu een keer gereageerd wordt op het feit dat die achter zijn tuin een mini-stortplaatje heeft waar mensen zomaar dingen komen gooien en we kunnen dat verhelpen. Wel, dat zijn kleine dingen waarmee dat we voor die mensen in elk geval een heel groot verschil kunnen maken. Hasselt is gewoon de gezelligste, warmste stad van Vlaanderen die je kunt inbeelden. Een bezoek meer dan de moeite waard. Tijd voor de expertenbabbel en daar zijn vandaag zelfs drie experts voor uitgenodigd. Sieltje van Achter, Gilles Verstraeten en Matthias van den Borre. Drie experts, dat betekent een zeer ingewikkeld onderwerp en dat is het ook Brussel. Het is zelfs zo'n ingewikkeld onderwerp dat we deze expertenbabbel in twee stukjes gaan verdelen. Welkom Sieltje en Gilles. Ik zit hier met Brusselaars aan tafel, maar jullie zijn geen geboren en getogen Brusselaars. Nee, ik kom uit de Vlaamse rand, maar ik ben wel opgegroeid met Brussel, want Brussel was voor ons de centrumstad waar wij naartoe gingen gaan winkelen. Mm. Dus ik nam de trein en ik ben al als kind verliefd op Brussel geworden door er heel veel te zijn. Ja. En Julie, ben jij een kid? Nee, we zijn eigenlijk alle twee zinnekes. Een ket is effectief een geboren Brusselaar. Een zinneke is iemand die nieuwe Brusselaar wordt. En dus ik ben een zinneke geworden. Ik kom van iets verder dan Sieltje, uit West-Vlaanderen geboren en getogen. Maar ik ben ook als tiener eigenlijk al verliefd geworden op Brussel. Grote stad, cosmopolitisch, internationaal. En ja, dat trok mij enorm aan toen al. En dus na de studies ben ik naar hier gekomen. Ja. En hier ook aan de slag gegaan. En hoe lang woon je al in Brussel nu? Ondertussen 8 jaar. En ik ben niet van plan om hier weg te gaan. En Sieltje? Ik ben al wat ouder. Sinds 2004 wonen wij in Brussel. Oké, ik zie hier twee lachende gezichten en ik ga de sfeer meteen verpesten. Aan mij is geen groot Donald Trump fan verloren gegaan, maar toen hij zei Brussels, hellhole, dacht ik, een kenner. Trap ik nu op zere tenen? Trap ik nu op jullie tenen? Of, Weet je, iedereen heeft dat met zijn stad. Als je ergens... Antwerpenaar heeft dat ook. Wij hebben dat ook. Je bent natuurlijk fier voor je stad. En dus als iemand zegt, het is een hellhole, dan heb je zoiets van. Maar aan de andere kant snap ik ook wel dat er... Brussel is geen eenvoudige stad. En je komt vaak toe in het Zuidstation of aan het Noordstation. En daar kom je in miserabele buurten toe met heel veel armoede. En dan denk je echt van, dit is een hellhole. En om de goede kanten van Brussel te leren kennen, heb je soms wat meer tijd nodig. En om moet je iets eronder kijken. Het is een moeilijk lief. Het is een moeilijk lief. Ja. Dus dat is inderdaad wel waar. Maar dus ja, ik begrijp ook wel die reactie van... waarom dat vele Vlamingen ook niet altijd van hun hoofdstad houden. Maar misschien is dat ook wel een goede insteek die je aanhaalt. Als je hier uit het station komt, waar de meeste mensen Brussel via de trein, dan stap je buiten en dan zie je meteen eigenlijk armoede, Gilles. Dat is toch wel een big issue in deze stad. Ja, absoluut. En inderdaad... De problemen zijn heel reëel. Hè. Brusselaars verdedigen graag hun stad. En alles wat dan op kritiek lijkt, wordt Brussel-bashing genoemd altijd. En weggezet van, dat is unfair en daar moeten we geen rekening mee houden. Maar de problemen zijn reëel. Mm-hmm. Ik heb zelf, ik ben recent verhuisd, maar ik heb 5 jaar in Kuurgem gewoond. Dus de wijk eigenlijk waarin Brussel-Zuidstation ligt. Ik passeerde daar iedere dag minstens 1 keer. En ja... Laten we wel wezen, hè. Het bloed ligt daar soms in de stationshallen. Zo erg is het soms.
hebt altijd die urinegeur die daar wat hangt. En inderdaad, stuitende miserie zie je daar. Hè. Dakloosheid, dat is een probleem dat we in Brussel maar niet onder controle krijgen, hoewel dat er steeds meer geld wordt uitgegeven. Kuurgem is ook een heel multiculturele wijk, een heel arme wijk, waar dat jeugdwerkloosheid 40% is. Die eigenlijk decennia lang al een beetje aan zijn lot wordt overgelaten, waar dat de bevolkingsdichtheid veel te hoog is, huisjesmelkerij welig tiert en veel te lang niet is aangepakt, drugshandel ook een heel groot probleem is. En wat je ook gewoon ziet, dat de openbare instellingen falen eigenlijk. Scholen die hun job niet meer degelijk doen, mensen die van kastje naar de muur gestuurd worden als ze een probleem hebben, de politie die ook met de handen in het haar zit, niet meer ziet zitten. Iedere keer als je dat dan aankaart en zegt, hier is een plan van aanpak nodig, of we doen nu al 10, 20, 30 jaar, zolang als het gewest bestaat, doen we hetzelfde qua armoedebeleid. Altijd maar meer geld uitgeven via het OCMW en sociale programma's. Armoede is niet iets dat alleen maar specifiek is voor Brussel, dat kom je wel in meer grootsteden tegen, maar hoe komt het dat het dan hier net iets opvallend is? Nergens zo stuitend als in Brussel. Brussel is veruit de armste hoofdstad in heel de Europese Unie. 1 op 4 kinderen in Brussel groeit op in armoede, dat zijn massale cijfers. Ja, dat is wel gênant eigenlijk. Nee, 1 op 4, sorry, ik vergis me, 1 op 4 kinderen groeit op in een gezin waar geen van beide ouders werken. Geen van beide ouders. Nee. Dus hey, dat zijn heel veel generaties die opgroeien in situaties waar niemand werkt. Waar je, dus ja, er is heel wat scheef gelopen doorheen het hele jaar. We zijn nu pas begonnen met inburgering. Dat is daar voor mij een essentieel element van. Dat je aan de nieuwkomers in de stad, en Brussel is een stad van nieuwkomers, dat je hen zegt van kijk, je moet de taal leren. Ja. Je moet onze spelregels kennen, sorteren en zo verder. En je moet op een werk gaan zoeken. Ja. En dus het tot al die jaren niet gebeurt, we beginnen daar nu pas mee. En dus ja, heb je heel de generaties... Je hebt een enorme inhaalbeweging die moet gebeuren. Die moet gemaakt worden. En dat is gewoon optreden. Ha, een beetje echt kordater optreden op vlak van werk zoeken en zo verder. Het is, het is een groot probleem. Ook de OCMW's staken binnenkort, omdat ze het ook niet meer zien zitten. En dus ja, met geld inderdaad los je niets op. Je hebt een plan van aanpak nodig die op veel fronten echt kordater gaat optreden. Is er dan geen sense of urgency bij andere partijen? Of hoe moet ik dat dan zien? Ik heb het gevoel dat er twee zaken meespelen. Wat de PS betreft, heb je natuurlijk die oude kwaal van cliëntelisme, van socialisme oude stijl, waar dan men misschien nog liever iemand heeft die volledig afhankelijk is van de staat en die men dus kan rechtstreeks vanuit de politiek bedienen en aan zich binden. Ja. We gaan u helpen aan een uitkering. Sociale woning voor moeder, we regelen dat wel. We arrangeren dat wel. Dus dat zijn mensen die eigenlijk heel gemakkelijk vanuit de politiek te controleren zijn. Maar daarmee zijn ze nog niet geholpen om autonoom, geëmancipeerd in het leven te staan, om hun eigen keuzes te maken. Wel in tegendeel, want de mensen die eigenlijk op hun eigen pad gelanceerd zijn en die een goede job hebben, een eigen inkomen, etc., die zelfredzaam zijn, die vallen niet te controleren. Ja. Maar er speelt ook een ideologisch element mee. En ik heb gisteren nog, en alles is op dat vlak ook aan elkaar verbonden, zoals Sieltje ook zegt, werk, economie, op welke manier pakken we werkloosheid aan? Hoe opereren de OCMW's? Wat doen we op vlak van armoedebestrijding? Eigenlijk ook voor een deel, hoe functioneert uw onderwijs en hoe bereiden we mensen voor? En daar zie je dat er ook voor een deel bij de Franstaligen en eigenlijk voor een deel bij alle Franstalige partijen wel een probleem is dat men niet van handhaving houdt. Mm-hmm. Dat men niet bereid is om, dat is soms een beetje paternalistisch misschien, om te zeggen, we gaan u in uw eigen belang een beetje een shot onder je gat geven. Ja. Ik zeg het wat cru. Maar dat is nodig om u aan een job te helpen, om ervoor te zorgen dat je uit een eindeloze cascade van uitkeringen, afhankelijkheid, uitdelen, een premie hier, een premie daar. Wat trouwens ook geen pretje is, hoor. Want ik heb de indruk, zeker bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met 3 kinderen, met hoe slecht eigenlijk de Brusselse administraties en instellingen en OCMW's en dergelijke functioneren en hoe chaotisch het beleid is en hoe verdeeld al die premies en dingen en uitkeringen zitten,
die hebben soms een fulltime job gewoon aan heel dat uitkeringssysteem draaiende te houden en al de administratie, de Kafka die je achterna moet lopen. Maar als we het over Kafka hebben, dan heb ik ook nog een ander onderwerp in Brussel dat ook heel visibel is, de mobiliteit. Ja. Wat jij zegt, het gaat niet vooruit in het leven, het gaat eerder achteruit. Maar in de mobiliteit gaat het zelfs niet meer achteruit. Het staat hier... Het staat vaak stil. Het staat hier stil. Over mobiliteitsplannen valt veel te zeggen, maar valt er ook iets voor te zeggen? Ja, je hebt een mobiliteitsplan heb je uiteraard nodig. Hè. Je kan niet zonder een plan. En je hebt... Je moet op veel fronten werken. Er is een groot plan, hè, de Good Move, dat we nu horen, maar dat gaat eigenlijk meer dan over alleen die circulatieplannen. Dat gaat over het openbaar vervoer aanleggen. Dat is eigenlijk het overkoepelende mobiliteitsbeleid. Er staan zaken in die wij willen, hè, bijvoorbeeld ook meer fietsinfrastructuur. Ja. Want we kunnen niet allemaal ons blijven vastrijden met de wagen hier in Brussel, wat vandaag ook gebeurt. Hè. Ja. En we hebben dan ook veel veiligere fietsinfrastructuur nodig voor de mensen. Ook nog, je gaat niet met je kinderen naar school fietsen als het niet op een veilige manier kan. Dat doe je gewoon niet. En dat zit daarin, maar dan heb je inderdaad nu die circulatieplannen die heel erg in het nieuws zijn en die heel erg verdelen. Hè, omdat het is heel ingrijpend wat dat er soms gebeurt en niet altijd heel duidelijk waarom. Hè. Dus, en het mobiliteitsbeleid in Brussel is heel verziekt geraakt en verpest geraakt, omdat je aan de ene kant heb je de echte autoliefhebbers, zal ik het zo zeggen, en aan de andere kant heb je echt de groenen, die dan echt een pestbeleid willen voeren. Ja. En je hebt eigenlijk iets tussen de twee nodig, maar dat op een slimme manier de probleempunten aanpakt, die fietspaden legt waar dat nodig is, dat je routes hebt, die parkings aanlegt en zo verder. Dus je hebt je openbaar vervoer dat wel goed draait in Brussel. Ik denk dat we echt wel mogen zeggen dat ons openbaar vervoer heel wijdverbreid is. Ja. Maar dus... Je hebt een heel gespannen sfeer. En dat is gewoon zo, omdat er al jaren de groenen zeggen, we moeten parking schrappen. Hè. En als jij moet na je werk een half uur, een uur, toeren rond je woonplaats om een parking te vinden, dan heb je het gehad. Hè. En dus dat is ene kant. En dus die hebben zoiets van schrappen. Maar niet iedereen kan zonder auto. Nee, niet iedereen kan zonder auto. Dus je moet daar ook rekening houden. Dat is ook een dom beleid om te gaan schrappen, om te schrappen, om te gaan pesten, om te pesten. Dat heeft geen enkele Brusselaar, nog een pendelaar, niemand heeft daar baat bij. Van de andere kant moet je natuurlijk ook de beweging maken naar meer openbaar vervoer, voetgangers en de fiets, omdat je natuurlijk ook niet allemaal met een auto voor de luchtkwaliteit hier kan blijven rondleiden en zitten we toch ook vast. Dus, maar het probleem is dat het heel verziekt is en dus dat je alles wat dat je doet nu ook op heel veel tegenstand opwekt. Ja. Er zijn zaken die goed gebeuren. In Schaarbeek, bij mij, zijn er nu een aantal aanpassingen die wel goed gebeuren. Maar er zijn ook punten hier in de Vijfhoek of in Kuurig en waar Gilles waar het helemaal falikant fout is afgelopen. En waar zie je zo... Wat zou wel een oplossing kunnen zijn om dat een klein beetje te verzoenen, die twee visies? Ik denk dat er echt gewoon kleinschaliger en concretere ingrepen, als je wilt ingrepen op het terrein, moeten gebeuren. In plaats van een groot plan van een hele wijk en dat helemaal om te draaien. Denk ik dat is niet goed. Dat is te bruskerend. Hè? Dus als je dan... Maar als je... Wat ze in Schaarbeek gedaan hebben, bijvoorbeeld aan de wijk waar de school van mijn kinderen ligt, ze hebben daar een paar eenrichtingsstraten gemaakt, een paar fietspaden aangelegd. En nu zie je de mensen de fiets nemen, omdat het nu veilig kan. Ja. En de auto's zijn op de grote assen gevoerd en daar kan je ook nog rijden, want het is daar nog niet toegeknepen. Hè? Ja. Dus dat is wat je nodig hebt. Maar niet overal gebeurt het zo. En dus je moet het inderdaad op een slimme manier hebben. Dat je, als je de auto nodig hebt, dat je er nog geraakt en niet heel de buurt is omzet en dat je altijd rond die ring moet, die toch al vaststaat. En dus dat je gewoon frustratie creëert, heeft geen zin. Maar anderzijds heb je natuurlijk ook dat je de zachte weggebruiker moet ook... accommoderen. En dus je kan veel bereiken als je wil, maar pak het niet zo grootschalig aan, doe het klein. Ik hoor hier eigenlijk heel veel... Toon op het terrein waar het
wat een verbetering is. En als je de verbetering ziet, en dan zijn de Brusselaars ja, wel mee. Ik hoor heel veel gezond verstand voilà, eigenlijk, gezond maar dat als je, in de praktijk? Als je eigenlijk een voorbeeld wilt, dus ik heb bijvoorbeeld de indruk dat inderdaad het circulatieplan in Schaarbeek dat heel goed aangepakt is, heel doordacht, dat men dat gefaseerd gedaan heeft, dat men mensen ingelicht heeft, zoals dat ik het van Sieltje ook uitgelegd heb gekregen. Dat is een heel ander verhaal dan wat dat wij in Anderlecht, in Kuregem, hebben gezien. Dat lijkt bijna een soort verzonnen schoolvoorbeeld van een opeenstapeling van al de dingen dat je vooral niet moet doen, of hoe je het niet moet doen. Zijnde, men heeft heel lang blijven beweren dat er een brede burgerbevraging, participatie, raadpleging is geweest. Ik woonde in die wijk. Ik heb als gewone bewoner nooit een briefje in de bus gekregen. Als gemeenteraadslid van Anderlecht was ik tot, ik denk, een week of drie voordat circulatieplan in werking zou treden, hoegenaamd niet op de hoogte van een circulatieplan dat er zou komen. Dus dat is echt van de ene dag op de andere gebeurd. Dus dat was al een probleem. Dat Groen aan de ene kant zei, hè, en ze koketteren daar graag mee, met ah ja, burgerparticipatie en raadpleging. Maar als je dan ziet hoe dat verlopen is, dan gaat men eigenlijk gewoon hun eigen achterban gaan bevragen, die natuurlijk wild enthousiast is over alles wat ze doen. Ja, en dan zeggen ze, voilà, de participatie heeft plaatsgevonden en de brede bevolking zegt, huh? Staat er iets te gebeuren of wat dan ook? Dus dat is één. Dat was al problematisch. Zeker in een wijk als Kuregem, die al heel lang een moeilijke verhouding heeft met gezag en die zich al heel lang in de steek gelaten voelt. Twee, wat je dan doet in dat plan, maakt ook heel veel uit. En daar zegt Sieltje het ook correct. Je moet het wel intelligent doen. Je moet het wel op zo'n manier doen, met ook participatie, degelijke uitleg waarom dat in ieders voordeel is. Maar dat was in Kuregem niet. Men heeft eigenlijk van de ene dag op de andere, vaak in straten waar dat er eigenlijk al niet zo heel veel verkeer was, voornamelijk eigenlijk verkeer die in en uit de wijk moest, heeft men die afgezet met betonblokken, blokkeringen aangebracht, eenrichtingsstraten aangebracht. Waardoor dat mensen zich opeens, die een auto effectief nodig hebben. Ik heb zo thuisverplegers gesproken, bijvoorbeeld uit de wijk, die naar 20 klanten op een dag moeten, om die te gaan verzorgen. Die kunnen niet zonder. Dat die zeiden, opeens moeten wij een half uur langer rekenen om de wijk, een redelijk kleine wijk, nog buiten te geraken. Dus de automobilisten waren heel zwaar gefrustreerd. Die werden geduwd richting grote assen. Dat is op zich geen probleem. Maar grote assen die dan wel al compleet verstopt zaten met verkeer van tevoren toch af. Ja, iedereen zijn weg te zoeken. Ja, en dus iedereen staat nog langer in de file en de automobilisten geraken niet meer binnen of buiten voor eenvoudige trajecten. En niets voor de fietsers. Er was geen fietspad extra aangelegd. Er was, men zei, meer, betere openbare ruimte of groen. Geen boomke bijgekomen, geen fietspad geschilderd, niets. Dus men heeft daar gewoon eigenlijk een hele wijk voor automobilisten de blok erop gezet. Ja, een heel aantal onveilige verkeerssituaties gecreëerd. Ook voor mij, want ik ben een fietser. Ik heb geen rijbewijs, dus ik neem de auto niet. Zelfs als fietser was dat voor mij ook in Kuregem opeens een probleem, dat een heel aantal kruispunten onveiliger waren geworden. En ja, dan schiet zo'n wijk in een colère, omdat men zegt, wie heeft hier in hemelsnaam iets bij te winnen? En er is ook geen informatie of participatie geweest. En dus, dat is echt hoe dat je het vooral niet moet doen. Een circulatieplan zou goed kunnen zijn voor de wijk, maar men heeft alles wat men verkeerd kon doen, heeft men verkeerd gedaan. Over colère gesproken, ik wil eventjes naar jou komen, Sieltje. Jij schoot eigenlijk overlaatst in een spreekwoordelijke colère, toen je zei dat de minister-president bullshit aan het verkopen was. Dan gaat het over, we hebben het over armoede, gaat over de mobiliteit, heel zichtbare problemen. Ja, wat niet zichtbaar hier is, is begrotingshygiëne. Ja, ik was echt kwaad. Uh-huh. het is inderdaad, onze begroting ontspoort volledig. En het eigenaardige is dat we een begrotingsminister hebben, minister Gats van de Open VLD, die blijft aankondigen van we gaan naar een evenwicht in 2024. En ik dacht van, dit is gewoon een hoop bullshit. Allee, dit gaat niet meer. Allee, en dan heb je een minister-president die zijn beleidsverklaring kwam voorlezen, een uur en een half ongeveer. En die zei, en we gaan de miljoenen daaraan geven en de miljoenen daaraan. En je denkt dan, je hebt toch net een begrotingsakkoord gehad. Hè? Iets over de begroting misschien, wat gaan we daarmee doen? Die zei daar niks over. En dan dacht ik van, ja, oké, waar zijn we hiermee bezig? En dus ja, het is heel problematisch, want...
uiteindelijk, we gaan niet in een evenwicht zitten in 2024. Ja. Er zijn soms moet je een kat en kat noemen. Ja, dus zeg het eerlijk, wat dat minister Gas doet, die doet eigenlijk alles wat van investeringen is. Bussen, trams, de metro, busstations, wat hebben we nog, wat hebben we op veiligheid, we hebben de tunnels. Al die projecten zet hij gewoon buiten zijn begroting. Ja. Maar die projecten zijn natuurlijk gestart. Die lopen wel nog door na 2024. Je kan die niet ontkennen. En hij zit jaar na jaar buiten de begroting te houden, waardoor onze schuld jaar na jaar aandikt. Hè. We gaan echt naar hele hoge schuldcijfers. Ik denk 270% van onze inkomsten. Hè. Dat is massaal. Dat is echt immens. En ik denk dan, in 2024, wat gaat je dan doen? Die projecten lopen. Je kunt niet blijven dat uit je begroting halen. Dus je gaat geen geld voor zijn. Ja. Dus gaat je dan een half project gestart zijn en dan ga je daarmee stoppen. En als ik hem die vraag stel, wat ga je dan doen met je metro? Dus ik snap niet dat je zo te werk kan gaan. Ik snap niet dat je niet kan... Ik snap dat je investeringen doet. We hebben in Vlaanderen ook de Oosterweel en daarvan zeggen ook dat is een uitzonderlijk project. Eén project, zo'n project, houden we buiten de begroting. Ze hadden dat perfect voor de metro kunnen doen in Brussel. Metro is nodig. Die lijnen waar dat die komt, die zijn verzadigd qua bovengronds openbaar vervoer. Dus dat is nodig. Ik denk dat heel het land daar kan van overtuigd zijn. We kunnen zo'n project buiten de begroting halen. Maar voorzie dat dan gefinancierd is totdat die er ligt. En dus dat is helemaal niet waar. Ik maak me daar echt zorgen over. Want... wat gaan we doen in 2024? Ja? In 2024 gaan er nieuwe verkiezingen zijn. Er gaat misschien hopelijk een staatshervorming komen. En wat gaat Brussel rond de tafel komen? Met een hand, een bedelhand. Hè? Want vandaag al, zegt minister Gats... Ja, een bedelhand waar al een gat in zit. Ja, waar een gat in zit, om dat terug te vullen. Ja. En minister Gats zegt, die kijkt nu al naar nieuwe inkomsten. Als liberaal minister, nieuwe inkomsten, wat is dat? Dat is niet besparen, hè? Dat is belastingen. Ja? Ja. Dus hij kijkt al naar manieren om nieuwe belastingen te hebben in Brussel, om zijn gat te vullen. Ik denk dan, allez, kom aan, als liberaal minister moet je maar durven. En als ik dan vraag, waar zitten nu besparingen? Dan krijg ik geen antwoord. Geen antwoord. Ik vraag nu al jaar na jaar zijn lijstjes met besparingen op. En dan, het is hallucinant wat ik als antwoord krijg. Zo'n tabelletje met minister Clerfailly gaat zoveel besparen. Ik zeg, en in wat gaat hij besparen? Dat zijn dan zo'n beetje uitstellen van dingen, maar niks grondigs. En dan denk ik van, hey, kom aan. Hoe kan je serieus bezig zijn als je niet een deftig... je oefening maakt om je begroting op orde te krijgen, of op zijn minst die aanzet geeft, en dan al aan het uitkijken zijn naar nieuwe inkomsten. Dat is echt hallucinant. Ik heb op een foute teen getrapt. Maar Sieltje heeft overschot van gelijk. Ja. En wat dat daar voor een deel achter zit, is ook weer opnieuw een groot filosofisch probleem. Waarom ontspoort die begroting ook steeds verder? Dat heeft te maken ook met de achterliggende factoren in Brussel, en hoe de politiek daarmee omgaat. 40% van de volwassen Brusselaars op beroepsactieve leeftijd, is niet aan de slag. 4 op 10. Okay? In Vlaanderen zijn we richting de 80% aan het gaan, zijn we daar ongeveer. Ja, Brussel 62%. In Brussel is 62%. Hè? Dus 4 op 10 Brusselaars moet eigenlijk op de een of andere manier onderhouden worden door ziekteuitkering, leefloon. Van diegenen die kunnen werken. Hè? Van diegenen die dus op beroepsactieve leeftijd zijn. We hebben het niet over kinderen, we hebben het niet over gepensioneerden. Dat is hallucinant veel. Dat is bijster pijnlijk. En dus daar zit je met dat filosofisch probleem. Ik heb gisteren nog commissie werk gehad met Bernard Clerfailly, de minister van Werk. En die zegt dan van, maar we zitten met een probleem over wat voor soort jobs we hier hebben. En dat zijn hoogopgeleide jobs en de Brusselaars zijn niet opgeleid genoeg. En we kunnen daar niet zoveel aan doen. En dat is de situatie en het is moeilijk. En hij zegt, je mag de vergelijking met Vlaanderen niet maken, want daar zitten ze bijna aan volledige tewerkstelling. Dan zeg ik, maar in Vlaanderen zit men effectief aan bijna volledige tewerkstelling. Zou je kunnen zeggen, of zou de Vlaming kunnen zeggen... We rusten op onze lauren, het is goed geweest, we moeten niet te veel meer doen. Maar het tegendeel is waar. In Vlaanderen zegt men, wij zitten op de limieten van wat we kunnen. Met de jobbonus, met aanzetten tot werk, met aanklampend beleid vanuit de VDAB, met strengere controles op werklozen om ze effectief die shot onder hun gat te geven van je moet aan de slag gaan, je zult er beter van worden, de samenleving zal er beter van worden. En men zegt, wij willen meer doen. Wij willen verder gaan, wij willen boven die 80% geraken, wij willen fiscale hervormingen zien. Als federaal ze niet doet, dan willen we ze zelf doen. Geef ons die bevoegdheden om dat te doen. En in Brussel werkt men met 60%
werkzaamheidsraad, werpt men de handen op en zegt men, ja, het is nu eenmaal de situatie, we kunnen daar niet veel aan doen. En aan de andere kant feliciteert men zich in het sociaal beleid en het armoedebeleid, feliciteert men zich ieder jaar opnieuw, klopt men zich op de borst, we hebben nog nooit zoveel geld uitgegeven. Ja. En iedere keer als ik zeg, het doel van een functioneel armoedebeleid, een functioneel armoedebestrijdingsbeleid, werkzaamheidsbeleid zou zijn, dat je een bepaald jaar eens kan zeggen, we moeten minder uitgeven, want het beleid dat we aan het financieren zijn, werkt en dus zijn er minder behoeftigen. Ja. Als ik dat zeg in het parlement, dan kijkt men naar mij alsof ik een alien ben. Ja, ja, bovendien, waar dat minister Gats zijn inkomsten wil halen, is bij de pendelaar. En je moet weten, die pendelaar die werkt in Brussel, die zorgt voor activiteit. En VOCA heeft onlangs een studie gedaan wat elke hoogopgeleide job in Brussel brengt een laag opgeleide job met zich mee. Want natuurlijk, die pendelaars die gaan een broodje eten, of die kantoren moeten gekuist worden, en zo verder. Die genereren een hele economie. Dus het zou oerdom zijn om die pendelaars nu eens extra te gaan belasten, wat minister Gats wil doen. Hij wil belasten op het werk in Brussel, en hij wil de kilometerheffing vooral heffen op de pendelaars. En, dus, ja, en dan denk ik van, we leven van die pendelaars. Hè. Bijvoorbeeld het Nederlandstalig onderwijs. 90% van onze leerkrachten komen van buiten Brussel. Als jij morgen gaat zeggen, we gaan je belasten om met je auto naar Brussel te komen, en die gaan overal in Brussel, dat is niet altijd zo makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer, ja, dan komen die niet meer. Ja? Ja. Dus ik denk dat we als hoofdstad echt goed moeten nadenken en eigenlijk koesteren dat er pendelaars zijn die bij ons komen werken in hoogopgeleide jobs. En dat we, want dat een hele economie ook voor de Brusselaars, die niet altijd die jobs kunnen invullen, met zich meebrengt. Dus, ja, dus het is heel kortzichtig beleid wat er ook soms gevoerd wordt. Ik denk dat de liberalen hier in Brussel al net iets te lang met de socialisten, met de PS, samen besturen. En dat nogal invloed op hun denken heeft gehad. Want die zijn dus mee in het sprookje dat je een sociaal paradijs zou kunnen bouwen op een economisch kerkhof. Ja, en helaas is dat zo ongeveer de richting waar we uitgaan. Als we dit beleid toch verder zetten. Goed, we hebben hier al heel wat onderwerpen behandeld. Niet van elk onderwerp word ik even vrolijk. Ik merk dat jullie daar ook serieus een beetje kolerig van worden. Ik denk dat het nu tijd is voor een tweede luikje over Brussel. Ondertussen is hier Matthias van den Borre bij komen zitten. Korte vraag, Ket of Zinneke? Zinneke, zoals zoveel Brusselaars ben ik hier terechtgekomen. Na mijn studies aan de slag gegaan in Brussel. Een stad toch vol met kansen. Ik zie een stad vol met kansen, ik zie een enthousiast iemand en ik ga meteen de sfeer verpesten. De Noordwijk, wat is daarmee aan de hand? Ja, helaas is dat een beetje geworden tot het vergeetputje of het afvoerputje van Brussel. En we hebben al zoveel problemen in Brussel. Wat eigenlijk eigenaardig is, want als je vanuit het noorden van het land richting Brussel komt en je kijkt uit de trein, is dat het is zo visibel. Een van de drukste stations van het land. En daar vlak naast zit een van de meest problematische wijken van dit land. Ja. En dat is eigenlijk een punt van drie gemeenten, het gewest. Een punt waar er manifest slecht wordt bestuurd en dat enorm zichtbaar is geworden de laatste jaren. En u zegt het ook, het is niet een probleem dat gisteren of vorig jaar is ontstaan. Het is gewoon een probleem, een opeenstapeling van malgoverno doorheen jaren. En het is op verschillende niveaus dat er nauwelijks of veel te weinig wordt ingegrepen in die wijk. En dat zorgt ervoor dat buurtbewoners aan de alarmbel trekken en ook niet nieuw, al jaren ook. Burgemeesters zeggen zelf, we kunnen het niet meer aan, die wijzen dan richting het federale niveau. Het gewest heeft in het eigen regeerakkoord een plan van aanpak, doet er niks mee. En ondertussen gaat die wijk maar verder achteruit. Ja. Hoe zie jij dat? Ik bedoel, heeft men het opgegeven dan? Het lijkt wel zo. Hè. Ik passeer daar dagelijks, hè, want ik woon in Schaarbeek en ik fiets daar voorbij naar het parlement. En dus je ziet gewoon de problemen. Je ziet dealen op straat. Je ziet schrijnende gevallen. Ik sprak onlangs met een lid die ik tegenkwam, die daar woont. En die zo'n blauw oog had. En die zei, mijn buren hebben mij 's avonds gewoon klop gegeven, denk ik van maar alleen. En het is inderdaad, het lijkt wel opgegeven. Het is uitermate jammer. Ik spreek veel met mensen die daar wonen. Ik sprak onlangs met een tijdje geleden met een man, die zijn kinderen bij ons aan school gaan, en die zei, wij vertrekken hier, wij zien dat niet meer zitten. En wij zijn eigenlijk als buurtbewoners bij de gemeente langs geweest,
om iets te doen aan die problematiek? Want wij weten wie er hier in onze gemeente problemen, of in onze wijk problemen... Ja, de wijkbewoners zelf die het en dus kunnen we daar eens... En ik zeg, de gemeente heeft u toch voorgesteld bijvoorbeeld om een buurtinformatienetwerk op te richten, wat iets in heel Vlaanderen gekend is, een BIN, waar je een samenwerking hebt tussen de gemeente, de politie en de buurt. Want je hebt daar ook wel echt mensen die er iets willen van maken. Maar nee, dat is taboe. Dat is gewoon taboe in Schaarbeek. En dan denk je van, ja, die mensen voelen zich gewoon in de steek gelaten en die vertrekken. En dus het is, je hebt natuurlijk ook de hele prostitutie-problematiek, waar Matthias heel wat werk rond doet in het parlement. Maar dus ja, het lijkt alsof het gewoon... Ja, er wordt niet meer ingegrepen. Ja. Hoe zie jij dat? Je bent rond die prostitutie bezig. In welke optiek? Ja, prostitutie is eigenlijk, voor een stuk zie je toch echt wel de meest kansarme of de meest kwetsbare voor een stuk ook in de samenleving om daar toch iets voor te kunnen doen. En voor een probleemwijk om daar stappen in te zetten. En ik verwijs dan in eerste plaats ook in het parlement ook naar in discussie naar het Antwerps model. Als we kijken hoe Antwerpen dit heeft aangepakt. 20 jaar geleden was de buurt van het Valkonplein en het Eilandje en dergelijke, waren ook buurten waar je liever niet kwam. Nee. Dat was heel onleefbaar. En nota bene, onder een socialistisch burgemeester, is men daar begonnen met in te grijpen. Heeft men daar een plan geformuleerd, heeft men daar echt wel alle administraties samengezet, een prostitutieplan met een prostitutieambtenaar ook, de politie, een specifieke wijkwerking daarop gezet. En je ziet na jaren doorgedreven aanpak dat dat vruchten afwerpt. En vandaag, het Eilandje is een van de meest populaire buurten van Antwerpen, ook de buurt dus rond het Valkonplein. Dus jij gelooft dat een goede aanpak heel veel kan doen. Absoluut. Wat in die wijk ook al niet wordt aangepakt, is de netheid natuurlijk. Hè? Je valt daar over het afval, bij manier van spreken. Het is zelfs met de prostitutie, waar je de versnippering hebt. Matthias zei het al, dat is een punt waar dat drie gemeenten samenkomen. Schaarbeek, Sint-Joost en Brussel-Stad. En die hebben elk een ander idee voor prostitutie. Dus dat werkt niet. Hè. Je moet één aanpak hebben. Zie je hetzelfde in netheid. Het was onlangs er een panoreportage geweest. Ik weet niet wat je gezien heeft. En dus de schepen van Schaarbeek van netheid, die ging naar de Noordwijk. En die zei zo'n beetje laconiek. Ja, hier ziet u een vuilnisbak met een groene zak, dat is van de gemeente Schaarbeek. En 2 meter verder ziet u een vuilnisbak met een bruine zak. En dat is een van het gewest. En die zei zoiets van, ja, zo kun je toch geen netheidsbeleid voeren. Want in die wijk is iedereen bevoegd, maar niemand verantwoordelijk. Ja, en dus heb je een enorme versnippering in Brussel. Maar zelf op sommige punten, op één plein, waar je en de MIVB, dus onze openbaar vervoer, bevoegd is voor netheid, en het gewest, en de gemeente, en die kijken dan allemaal naar hier, dat is uw vuil, dat is mijn... En het is een puinhoop, het is een vuilnisbelt. Ja. Zeker op die pleinen. Ja, letterlijk. Ik ben gisteren gepasseerd, verschrikkelijk. Ja. Ja. En dat is tekenend voor heel wat problemen in Brussel, dat er te veel versnippering is. Hoe kan je bijvoorbeeld een netheidsbeleid voeren als je 20 administraties hebt, op zijn minst. Elke gemeente zijn eigen administratie, netheidsadministratie. Daarboven de gewestelijke voor de gewestwegen. En dan heb je, nog de MIVB voor. Complex. Ik ben onlangs naar Wenen gegaan, een hoofdstad van 1,9 miljoen inwoners, groter dan Brussel, met één bestuur. Één netheidsadministratie, die infrastructuur op en top heeft, die boetes uitschrijft als jij iets op de grond gooit. Dat is een propere stad. Met een enorme bevolkingsgroei, net als Brussel. Dus wat dat echt wel kan met een gedegen aanpak... Ja, je moet het warm water en niet uitvinden. Nee, je moet het warm... Het is echt doenbaar. Dus ik heb er een beetje optimisme uit gekregen, maar je moet dan één beleid hebben die dat in handen pakt, die ook verantwoordelijk is. Hè. Dat als je als burger, nu weet je niet bij wie je moet gaan klagen. Moet ik bij mijn gemeente zijn? Die zegt dan niet geweest, dus nu de MIVB. Dat gaat niet, want niemand is dan verantwoordelijk en niemand neemt zijn verantwoordelijkheid. Dus dat is een groot probleem. 19 gemeenten, 19 politiezones, dat is toch... Het zijn zes politiezones. De complexiteit. Dat het er 5 of 7 kunnen zijn. Ja, nee, dat is inderdaad een van de absolute grote pijnpunten op alle dossiers waar je ziet wat het misloopt. En helaas, we zijn er al vandaag heel wat besproken. Zie je dat die versnippering daar echt wel een essentieel deel van uitmaakt. Dat het maar vaak het kan door toch niet die versnippering zijn komt. Dat N-VA de enige partij is die daar We zien in de programma's van heel wat Nederlandstalige partijen zien we
gelijkaardige punten zien we ook meer efficiëntie, meer eengemaakt bestuur richting meer gewestvorming. Ja. Zien we eigenlijk in een aantal Nederlandstalige programma's terugkomen. Maar dezelfde Nederlandstalige partijen zijn soms decennia aan de macht hier in Brussel. Hè. Ja. Decennia. Zonder dat ze ook maar één punt binnenhalen wat dat betreft. We zien zelfs dat Vooruit niet meer opkomt onder eigen naam in Brussel. Hè. One Brussels heten ze. Ja. En als we dan kijken in het regeerakkoord, wat hebben ze gerealiseerd van One Brussels? Zero Brussels. Ja. Hè. Er staat niks in. En als ze dan de punten die we dan net hebben besproken, bijvoorbeeld een prostitutieplan, hè, dat staat in het regeerakkoord dat Rudy Vervoort dat moet doen. En ik vraag hem recent en ik vraag hem om de zoveel maanden daarnaar, wat hebt u nu gedaan om daar iets aan te doen? Niets. Er gebeurt gewoon helaas zo goed als niets om daar echt werk van te maken, om die versnippering dat te vereenvoudigen. Ja. Ja. Je had het nu zelf aan, One Brussels, dat klinkt heerlijk Vlaams. De taalwetgeving om een bruggetje te maken, hoe zit het daarmee? Voelen jullie echt Vlaming in Brussel of ligt dat toch een beetje moeilijk? Ja, ik ben Vlaming in Brussel, geen probleem. Maar dat ligt voor velen wel moeilijk. Hè. Vele Vlamingen in Brussel zijn ineens Nederlandstaligen. Ja. Maar peu importe, de Vlaamse gemeenschap doet heel veel in Brussel. En er zijn twee aspecten. Je ziet dat de Brusselaar doorheeft dat Nederlands kennen belangrijk is. Onze scholen zijn nog nooit zo populair geweest. Iedereen wil zijn kind naar Nederlandstalig onderwijs sturen bijna. Ja, dus, en dat zijn niet allemaal Franstaligen, want er zijn heel veel anderstaligen in Brussel uiteraard. En dus ook winkeliers van allochtone origine en zo verder, die wel de moeite doen om ook Nederlands te spreken. Dus er wordt wel wat Nederlands gesproken, omdat je merkt dat de Brusselaar het belang ervan doorheeft. Dat is één kant. Aan de andere kant heb je de politiek en de administraties, de ziekenhuizen en zo verder, waar nog een heel groot probleem is. En waar je in sommige gemeentes loopt het goed, maar in andere gemeentes echt niet. En dus waar je ziet dat er nog heel wat de taalwetgeving gewoon niet wordt nageleefd. Want het bestuur moet eigenlijk tweetalig zijn. Ja. En dat is op vele plekken niet het geval. Dat is natuurlijk schrijnend als het over ziekenhuizen gaat. Als je je niet kan uitleggen in je taal, als je ziek bent. Ja, dat is echt van vitaal belang natuurlijk. En ik zeg dat niet alleen voor de Vlamingen, hè, want dan zijn we met hoeveel zijn jullie? We zijn met heel veel, hè, zeker meer dan de stad Leuven. Hè, en dus, maar er zijn ook heel veel kinderen hè, die daarvoor niet Franstalig zijn, hè, die in het Nederlandstalig onderwijs oproepen, dat zijn ook Vlamingen. Hè? Dus die zouden ook baat hebben om in het Nederlands te woord gestaan worden. En dus dat is een grote problematiek waar we weerom heel weinig respons van krijgen. Als je vraagt aan minister Gats, die de minister van meertaligheid is, hè, want Engels en blablabla, Arabisch. Maar als je dan vraagt dan, wat doet u? Hè? Want we hebben een vicegouverneur die een rapport maakt en die zegt van wat er allemaal fout loopt. En als je dan, er is bijna geen opvolging. Dan denk je, we doen veel en dit en dat. Maar als je dan, dat is het jammerlijke. Want we zouden als Nederlandstaligen gewoon allemaal aan hetzelfde zeil moeten trekken daar. En ik snap niet dat dat niet gebeurt. Dat ervaar jij ook, dat het zo moeilijk is? Ja, in het persoonlijke dagelijks leven, zeg maar, denk ik wel dat je nu beter af bent als Nederlandstalig of Vlaming in Brussel dan pakweg 20, 30 jaar geleden. Je voelt wel dat je Nederlands meer actieve taal is onder de Brusselaars. Hè. De Brusselaars spreekt 100 talen. Ja. En Nederlands is daar wel degelijk echt wel een belangrijke onder. En die groeit, het belang van het Nederlands, omdat het inderdaad, mensen beseffen dat. Maar vanuit het bestuur, net als Siltje komt te zeggen, is dat echt wel nog altijd bergop vechten tegen die Franstalige dominantie die Brussel per se nog willen neerzetten als een Franstalige stad. Terwijl dat eigenlijk ook niet meer het geval is. Frans is eigenlijk ook een minderheidstaal geworden in Brussel. En ik denk dat besef dat we het respect voor het Nederlands en het respect voor het Frans, dat in het algemeen belang is, en daar gaan we voor. Denk ik, daar blijven we voor vechten als N-VA in Brussel. Ja, je spreekt nu over bergop vechten. Om dit deel af te sluiten, denk ik dat een heel groot bergop gevecht nu gaat gebeuren. Hoe overtuig je deze geboren en getogen Antwerpenaren van dat Brussel de hoofdstad van Vlaanderen is? Ja, Brussel heeft ondanks alle problemen en die we proberen te confronteren met de politiek. Ja. De politiek is verantwoordelijk. Dus voor mij is het falen van Brussel een politiek falen. Ja. Dus, en Brussel als stad heeft fantastische troeven. De Brusselaar is
heeft een enorm potentieel. Ja, je bent zo gedreven omdat je die liefde voelt natuurlijk. Ja, natuurlijk. En ik denk als Brussel en Vlaanderen en die band is Brussel echt wel in zijn unieke positie een enorme meerwaarde, ook voor Vlaanderen en vice versa. Brussel is en blijft een venster op de wereld. Ja. Blijft de plaats waar alle gemeenschappen zich ontmoeten en waar de Europese instellingen gevestigd zijn. Heel veel Europese internationale instellingen. En een meerwaarde kan en moet betekenen voor Vlaanderen en vice versa. Sieltje, overtuig mij. Brussel, als je in het buitenland zou vragen, you know Flanders or you know Brussels? Ja. Ik denk dat je rap het antwoord gaat weten. En hoe jammer, voor mij zou dat mogen ook Vlaanderen zijn, uiteraard. Maar Brussel is een merk, is gekend. Ja. En we moeten dat ook als Vlaanderen uitspelen. Dus we moeten mee op die kar en mee als onze hoofdstad verder claimen. En ik beaam wat Matthias zegt. Hoe slecht het bestuur is, dat is niet Brussel. Hè? Brussel heeft heel veel te bieden. Hè. Brussel is een enorme culturele stad met heel veel potentieel en een heel enorme vibe en ook heel gekend en een heel belangrijk politiek centrum. Allee, inderdaad. Dus ik denk dat we als Vlaming onze hoofdstad zeker moeten houden en ook meer benutten en ook fier over mogen zijn. Okay. Maar we vergeten dan natuurlijk dat bestuur. Dat is een andere zaak. Op de mooie noten van deze Brusselse lofzang sluit ik deze expertenbabbel af. Ik dank mijn experts van vandaag, Matthias van den Borre, Sieltje van Achter en Gilles Verstraeten. Goed, dit was weer een bijzonder interessante aflevering van Studio Vlaanderen. Ik dank al mijn gasten Sieltje van Achter, Matthias van den Borre, Gilles Verstraeten, Steven van den Put en Sophie De Wit. En ik dank ook u voor het kijken. Tot een volgende Studio Vlaanderen.